heet Judith van Istendel. Mijn pseudoniem is Judith van Istendel. Maar anders gespeld? Nee, mijn papa spelt zijn naam... Mijn papa heeft een pseudoniem van Istendel in twee woorden, maar ik heb gewoon mijn naam zoals hij op mijn paspoort staat. Ik ben geboren in 1974. Ik val onder de categorie tekenaar, auteur, scenarist. Ik heb geen genre. Enkele titels van mijn werken zijn De Maagd en de Neger, Toen David zijn stem verloor en Mikkel. En dat is alles, want meer heb ik nog niet gemaakt tot nu toe. Ik heb etnische kunst gestudeerd aan de Universiteit van Gent met specialisatie hedendaagse West-Afrikaanse kunst. Daarna ben ik nog maar eens gaan studeren en heb ik beeldverhaal aan de Hogeschool Sint-Lucas in Brussel gestudeerd. Mijn grote tekenvoorbeelden zijn Quentin Blake, Breugel en Rembrandt en Picasso. Mijn algemene inspiratiebron is het leven. Ik kan leven van mijn artistiek beroep dankzij twee dingen. Ik krijg een beurs van het Fonds voor de Letteren, die ik jaarlijks aanvraag. En ik heb de taalgrens overgestoken. Dus mijn eerste publicaties zijn in het Frans. En er zijn veel meer Franstaligen dan Nederlandstaligen. Dus ja, ik kan ervan leven op die manier. Mijn toekomstplan is de beste strip ter wereld maken.